Goedemiddag, dames en heren. Het is zondag 30 mei, 2 uur. Dat is de gebruikelijke tijd voor Licht op Leiden. Hartelijk welkom. U kunt ons volgen op Ziggo kanaal 46, KPN kanaal 1421 en natuurlijk online bij Sleutelstad. Mijn gast van vandaag, en daar ben ik erg blij om, is Frans Showhouse. Wij kennen elkaar al een poosje, dus ik mag gewoon Frans tegen jou zeggen. Zeker. Hartelijk welkom, Frans. Het is vandaag 30 mei. Gisteren was het de internationale werelddag van de gezonde spijsvertering. Wist jij dat? Goeiedag zeg. Ja. Ik heb gelukkig altijd een gezonde spijsvertering. Dus ja. Het is voor mij het hele jaar. Maar voor iemand die in de horeca zit en mensen wil voeden, is dat toch een bijzondere feestdag? Zeker. We hebben het groot gevierd. Ja, zoals het iedere dag weer onze feest is. Vandaag is het in Peru de dag van de aardappel. Zegt je dat ook wat? De aardappel? Nou, ja. De aardappel sowieso natuurlijk. Maar de dag van de aardappel, daar gaan we ons het leukste zinnen vanavond. Ja, maak er wat moois van. Ja. En overigens is vandaag ook Sjaan Dorck jarig, die op een brandstapel gestorven is. En die wordt wel beschouwd als de patroonheilige van de barbecue. Maar en zo zitten we toch bij jouw vak eigenlijk. Zeker, Frans. Ja. Frans, het eerste blokje in dit programma is altijd over jezelf en wie je bent. Waar kom je vandaan? Ik wil dat graag met jou bespreken aan de hand van een paar foto's die jij ingestuurd hebt. Vertel maar in je eigen woorden wat we te zien krijgen hier. Ja, nou ja, dit zijn mijn ouders in 1948 op een trouwdag. Dat is natuurlijk overduidelijk. Ja. Jong geluk, vlak na de oorlog. Zij verloofden zich in de oorlog in 1942. Ja. En, maar ja, konden niet trouwen. Mijn vader die is ondergedoken geweest een tijdje. Dus, het feest moest uitgesteld worden. En ik vond dit een... In welke plaats is dit? In Amsterdam. Mijn ouders zijn geboren in Amsterdam. Ja. Mijn hele familie komt eigenlijk uit Amsterdam. Ik ben de enige zelf die in Leiden geboren is. Op de Hooigracht. En waar wordt dit gevierd? In Amsterdam dus? Dit is in Amsterdam. Ik zou niet weten waar het is. Maar er zijn natuurlijk meerdere trouwfoto's. Maar ik vond het leuk omdat dit nog met een ouderwetse koffietafel. Dat bestaat helemaal niet meer natuurlijk. Ja. Ja. En waar een broodje wordt geserveerd en een kopje koffie aan tafel. Wij doen dat ook niet meer. Maar het is een hele blije foto. Ja. En daarom vond ik het leuk om deze op deze mee te nemen. En dan hebben we nog een foto met de kinderen. Wie zijn dit? Ja, zeker. Dit is mijn oudste broer Paul en mijn zusje Inge in het midden. En rechts mijn broer Jos. Ja. En waar is Frans dan? Nou ja, dat is de vraag altijd. Dat is een goede familiegrap, want ik sta bijna op geen enkele foto. Nee, echt waar? Dat is echt serieus. Hoe komt dat? Ik weet niet, ik denk dat ze gestopt zijn met fotograferen toen ik er was of zo. Maar heb je de volgende foto wel? Ja, zeker. En daarom heb ik hem er ook bij gedaan. Ja. En daar staat dan nog een nichtje van mij erbij rechts. Dat is Marga. Ik ben dat kleine jongetje op schoot bij mijn broer. Ja. En... Een beetje een nakomertje of zo, of niet? Maar ik scheel 6 jaar met mijn zusje inderdaad, 7 jaar en 11 jaar met mijn oudste broer. Dus daar zit wel, zeker op die leeftijd, flink wat tussen. En dit is ook de hele familie, dus dit is de hele familie Showhouse. Ja. Ik ben nu met een hele andere grote familie natuurlijk getrouwd, dus het contrast is gigantisch. Want bedoel je heel letterlijk, dit is jouw gezin, van je ouderlijk gezin zeg maar. Ja, ja. Maar zijn er nog meer showhouses in de wereld? Nou, wel in de wereld, maar die niet tot onze familie behoren. Dus het zijn er wel achterneven, achternichten bijvoorbeeld, maar ver weg. Waar komt die naam vandaan eigenlijk? Uit Duitsland, ja? Uit het plaatsje Rijnen in Duitsland. En mijn opa is samen met zijn broer naar Nederland gekomen. Dat moet ergens eind jaren 90 van de 19e eeuw zelfs geweest zijn. En die ging naar Amsterdam en zijn broer ging naar Tilburg. En dus daar is nog een showhouse tak in Tilburg. Ja. En mijn moeder was enig kind en mijn vader had nog 2 jongere zusjes, waarvan er 1 vrijgezel is gebleven en de andere zus kreeg 1 dochter. Dus vandaar dat het eigenlijk alle nakomelingen zijn. Ja. 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 Op de volgende foto sta jij met je vader. Ja. Van wanneer is deze foto? Deze is van 1968, was ik zelf 5 jaar. Ja. En mijn vader die is heel jong overleden, die overleed toen ik 9 was. En daarom, dit is ook een van de weinige foto's, misschien eigenlijk wel de enige foto waar ik samen met hem vastgelegd ben bij zijn trots. Zijn nieuwe Fiat had hij toen in die tijd. Ja. En
Ja, dit is een van de weinige herinneringen die ik heb aan mijn vader. En ook omdat hij zo jong overleed, weet ik ook zo weinig. Want jij was 9 jaar? Ik was 9, ja. Mijn vader was 52 toen hij overleed. Hartinfarct. Ja. Ik was erbij. Dat is natuurlijk sowieso. Wij delen dat, Frans. Want ja. Dan mis je later dingen, hè? Als je ouder wordt, ga je daarover meer nadenken dan wanneer je jonger bent. Nee, dat is zeker waar. Ja. En inderdaad, wat je gemist hebt. En ik realiseer mij ook, ik heb zelf kinderen. Wat hij gemist heeft. Nou, wat hij gemist sowieso. Ja. Ook, ja. Maar wat je eigenlijk maar de eerste 10 jaar van je leven opslaat. Ja. Blijkbaar niet zo heel erg veel. Hè? Ja. Dus ik heb natuurlijk wel herinneringen, maar het zijn er echt heel erg weinig. Ja. Ja. En mijn vader was ook veel weg, werkte bij de KLM. Wat deed hij daar? Hij was instructeur voor de KLM en was veel in het buitenland. Hij heeft het Accorda-systeem, heette dat toen, het computersysteem waar de reserveringen mee gedaan werden. Ja. Heeft hij geïntroduceerd bij de KLM, mede als instructeur. Dus hij was ook veel weg, veel de wereld over. Ook een van de redenen dat ik hem natuurlijk niet zo veel zag. Dus ja, docent zou je hem kunnen noemen eigenlijk. Ja. En je woonde toen in Voorschoten al? Ik heb eigenlijk altijd alleen maar in Voorschoten gewoond. Okay. Althans tot mijn 20ste. Ja. Mijn vader was, omdat hij KLM'er was, kreeg hij de mogelijkheid om in Voorschoten te wonen in de KLM-wijk. Dat is de Nassauwijk in Voorschoten. Is dat een KLM-wijk? Zeker, ja. Daar heeft, ik weet niet eens hoe dat ging, maar ik denk dat de KLM daar 1000 woningen heeft gekocht voor haar eigen werknemers. Oh. En mijn ouders die woonden in Amsterdam, maar die konden daar nergens een huis met een tuintje krijgen, et cetera. En dat kon wel in Voorschoten. Ja. Dus de buren, de overburen, de achterburen, iedereen werkte bij de KLM. Je hebt gehoord, een KLM-wijk, nooit geweten in Voorschoten. Ja zeker, in Voorschoten. Ja. Je gaat dan in Voorschoten naar school? Ja. Dit is de Jozefschool? Dit is de Jozefschool in Voorschoten. Fransje staat rechtsboven. Ja, je herkent me vast. Ik ben de tweede van rechts van boven met dat lange blonde haar. Ja, dat beige truitje aan. Alternatief haar, hè? Ja zeker. Ja. Ja. Ja, het was toen nog een soort van gewoon. Als ik een beetje naar de andere kinderen ook kijk. Maar tegenwoordig doe je dat inderdaad niet meer. En die school bestaat niet meer. Al mijn scholen bestaan overigens niet meer. Waar ik op heb gezeten. Is allemaal, tegen jou te maken. Ik was geen lievertje, zeg ik gelijk. Maar ik heb de scholen niet zelf afgebroken. Dat ook niet. De volgende foto van deze serie is HVV, dat zal wel de handbalvereniging zijn, ik voor mezelf bedacht. Ja, dat heb je heel goed gezien. Ja, zeker. Uit Voorschoten, handbalvereniging Voorschoten, HVV 70. Bestaat die nog? Ja, die bestaat zeker nog. Ben je nog fanatiek daarin? Nee, helemaal niet. Nee. Ik heb dat gedaan, denk ik, tot mijn 1-22ste. Ja. En toen was ik al flink aan het werk bij Van der Valk in Voorschoten. En dat moest vaak het weekend. En dat was moeilijk te combineren met handbal. Maar dit was wel gewoon echt een hele leuke tijd, waar ik me heel erg heel veel plezier heb gehad. Ja. Op mijn leeftijd ook. Ik denk dat ik hier 15, 16 jaar ben. En nog steeds vrienden die ik nu nog heb, dat zijn ook jongens die hier nog tussen staan. Ja. Dan ben je intussen dus al wat ouder geworden en van de lagere school af, die heette toen nog lagere school volgens mij. Wat ging je daarna doen? Ik ging naar het Adelbert College in Wassenaar. Ja. En daar ging ik naar de HAVO. Maar ik bleef zitten in de eerste. En toen bleef ik ook weer zitten in de tweede. Dus nee, ik. Wat? Op de een of andere manier. Dat afbreken van de school, dat had misschien toch iets met mij te maken. Mijn moeder kreeg een alleenstaande moeder, was natuurlijk helemaal niet zo leuk in die tijd. Maar die kreeg een brief dat Fransje toch maar beter naar een andere school kon gaan. Rector Boezeman? Nee, wie had ik toen? Was de rector. Nee, Boksen was toen de rector. Boksen, oké. Okay. Ik heb Boezeman nog meegemaakt. Een paar jaar ervoor, ja. Nou, ik heb het laatste jaar op het oude Adelbert College meegemaakt. In de barakken? In de barakken, op de Stadhoudersweg. Ja. Ja, dat dus was het laatste jaar. En die werd afgebroken. En ik heb een rondleiding gekregen in de nieuwe school, maar ik heb er nooit mogen zitten. Nee. Dus, wat ging je wel doen? Toen ben ik naar Leiden gegaan, naar de LTS. Ja. Ben ik autotechniek gaan doen. En dat ging eigenlijk ook weer via een vriendje van mijn moeder die daar les gaf. En die zei, stuur Fransje maar naar mij toe, dan probeer ik er wel wat van te maken. Was dat op Bosco? Nee, op de 5 Meilaan was dat. Ja. Christelijke. De christelijke school inderdaad. Dat was ook wel even wennen overigens. Maar ik heb daar 3 jaar gezeten op een jongensschool. Ja. Ik geloof dat er 1 of 2 meiden waren. Daar was iedereen ongeveer verliefd op. En dat is nooit wat geworden trouwens. En daarna ben ik nog naar de MTS toe gegaan in Den Haag, Antonie Fokkerschool, vliegtuigtechniek.
Ja. Ik dacht, ik weet eigenlijk niet waarom ik dat dacht, maar ik zat altijd te sleutelen aan brommertjes en autootjes. En mijn vader zat bij de KLM. En mijn broer werkte bij de KLM. En misschien dat ik het daarom gedaan heb. Maar ik heb dat niet veel langer dan een half jaar volgehouden. En toen dacht ik, dit is echt niks voor mij eigenlijk. Nou, toen werkte ik al in de Gouden Leeuw in Voorschoten als part-timer. Mooi plaatje van, hè? Ja, zeker. Zit je hier te consumeren of te bedienen? Nee, hier ben ik aan het bedienen. Ja. En Ineke van Tilburg is er afgeknipt. Dat zijn de armen van Ineke. Ja. En dit is de bekende sorbet die iedereen natuurlijk kent. Ja. En, dat was de Gouden Leeuw, hè? Dat was de Gouden Leeuw. Daar ben jij begonnen in de horeca? Ja. Al heel jong dus. Ja, ik werkte daar toen ik 16 was als part-timer. Maar toen ik 18 was, ben ik daar eigenlijk blijven hangen. Ja. Zoals dat nu bij mij ook heel veel gebeurt. Hè? Ja. Dat jongeren die het net niet redden op school, wat voor reden dan ook, dan toch in zo'n bedrijf terechtkomen. In een warm bad. Er is ook niks mis mee, hè? Want niet iedereen hoeft de hoogste opleidingen te hebben om toch goed terecht te komen. Je kan namelijk heel fijn werk hebben waar je heel gelukkig mee kan worden, denk ik altijd. Ja, nou, maar dat is zeker waar. En dat merken we ook, dat veel mensen... Ja. Niet iedereen is geschikt om naar school te gaan. Ja. Ze noemen het nu ADHD of iets dergelijks. Hè. Ik zat ook altijd wel druk en ik had nooit zin om in de klas te zitten. Ja. En daarom lukte dat ook niet. Ja. En dit werk was gewoon perfect voor mij. Heb je het ook altijd naar je zin gehad? Ja. Dat werk vond je leuk, maar en ook de omgeving vond je leuk. Ja, zeker. Ja. Ik heb het altijd heel fijn gehad daar. Ja. Dus je hebt vanaf dat moment ben je eigenlijk in de horeca terechtgekomen en daar ben je eigenlijk al die tijd in gebleven. Ja. Ja. Hoe is jouw stapje naar het Haagse Schouw uit te leggen? Want in mijn tijd spraken wij natuurlijk hier in Leiden vooral van het Haagse Schouw en minder van Hotel Leiden. Dat heet het nu officieel, maar Leidenaren zeggen vast nog wel. Iedereen zegt overigens de Haagse Schouw, hè? Maar goed, het is het Haagse Schouw. Zeker. Vertel eens hoe die stap ging. Nou ja, dat ging als volgt. Ik was inmiddels een paar jaar, denk ik, of twee, werkte ik in de Gouden Leeuw als kelner en als restaurantchef. Ik werd bevorderd naar restaurantchef. En ik vond het gewoon heel erg leuk. En een van de jongens van de Valk, daar raakte ik mee bevriend. En die kreeg ziekte van Pfeiffer. Hij woonde boven de Gouden Leeuw. Dus zijn moeder die zei, Paul, die moet naar huis komen. Wil jij niet even een tijdje boven de zaak slapen? Samen met een andere chef toen, die tijd, Dolf Groenewegen. Ja. En dat heb ik gedaan. En ik denk dat ik daar ongeveer een jaar gewoond heb. Toen werd het Haagse Schouw aangekocht. Ging Paul, mijn vriend, die ging naar het Haagse Schouw toe en die vroeg of ik met hem mee wilde. Ja. Dus toen ben ik, dat was 1984 inmiddels, ben ik met hem meegegaan naar het Haagse Schouw. En daar heb ik mijn huidige vrouw Ingrid leren kennen. Zij was de jongste dochter van de toenmalige eigenaar en zat nog op school. En binnen een paar weken hadden wij iets met elkaar, zoals dat zo mooi heet. Ja. En dat hebben we nog steeds. Dus... Ja. Want... Het verhaal over de Van der Valk zaken is dat daar allemaal familie in zit, hè? Ja. Niettemin, jij was er al voordat je familie was. Ja, zo is het maar inderdaad. Had je daar ook dan de leiding? In het begin niet natuurlijk gelijk. Nee. Hè? Toen was Paul... Nog voordat je Ingrid had leren kennen, had je daar al een leidinggevende functie al? Ja, gelijk eigenlijk. Want van in de Gouden Leeuw had ik dat. En ik ging samen met Paul mee. En wij hebben samen toen de leiding van die zaak op ons genomen. Als Van der Valk, ja. Nou, Ingrid is natuurlijk ook een Van der Valk. Jouw vrouw is een Van der Valk. Ja. De jongste van een van de dochters van de stichter van der Valk. Zeg ik het goed? Klopt, ja. Ja. Mijn schoonmoeder is Riet van der Valk. Ja. En die is getrouwd met Jan van den Assem. Ja. Mijn vrouw heet Van den Assem. En Riet was het vierde kind van Martin van der Valk, de oprichter, de stichter van het Van der Valk-concern. En in die tijd was er natuurlijk nog helemaal geen concern. Het Haagse Schouw was sterker nog, was de tweede vestiging die zij toen kochten. En daar gingen mijn schoonouders heen. En die waren als eerste getrouwd. En op de trouwdag zijn ze ook naar het Haagse Schouw verhuisd. En de volgende dag zijn ze daar gaan verbouwen. En... in 1948 hebben we het dan over. Ja. En een paar weken later was de zaak klaar om geopend te worden. Dat was met Pasen, 1948. Ja. Dus, is het waar dat het Haagse Schouw in de periode van Van den Assem... dat die eigenlijk los stond van de Van Valken? Ja,
Ja, dat klopt. Ja? Het was zo dat, ja, er was nog helemaal geen concern, want nee. Je had alleen de Gouden Leeuw en verder niks. Ja. Dus Jan en Riet gingen naar Leiden. Ja. En dat was een succesvolle zaak in die tijd. Ja. En mijn schoonouders die verdienden de eerste paar jaar zoveel geld dat zij opa Valk de lening konden terugbetalen. Zeiden nou opa bedankt, of haar vader natuurlijk, bedankt voor het lenen, maar wij gaan zelfstandig verder. We doen het zelf. Ja. We doen het zelf, we kunnen het zelf ook wel. Dat is tot 84 zo geweest. Exact, ja, ja. En daarna heeft opa allerlei andere vestigingen gekocht. En die heeft gezegd, we gaan het niet zo doen als Jan de Riet, we blijven wel bij elkaar. En zo is uiteindelijk het concern ontstaan. En hebben mijn schoonouders zijn er eigenlijk altijd buiten gebleven. Is die groei dus, de explosie zou ik maar zeggen van der Valk, die is pas met, na 84 heeft hij zich voortgezet. Ja, begin jaren 80 denk ik. Ja, ja. Toen ging het wel heel erg hard. Ja. Ja. Ja, toen werden er veel vestigingen aangekocht. En dat was ook de kinderen van Arie en Truus van der Valk, die in Voorschoten zaten, hadden toen ook allemaal die leeftijd. Ja. Allemaal 20, 23. En die gingen naar een andere zaak. Nu heet jij Showhouse, maar ben je dan nu een van der Valk geworden? Nou, ik zal altijd een Showhouse blijven. Maar in doen en laten denk ik wel dat ik wat trekjes heb. Ja, dat denk ik wel. Ja. Zijn er van der Valken die gewoon niet in dat bedrijf terechtgekomen zijn? Echte, dus in de zin van, nee, ik moet het anders vragen misschien. Kun je van der Valk zijn, daarbij horen en toch bijvoorbeeld chef van... Ik kan alles zijn. De model spoorweg worden. Bijvoorbeeld. Nee, maar zijn er... Ja, nee, natuurlijk zijn er familieleden die het gewoon niks vinden. Ja. En die zie je dan ook niet terug in het concern. Nee. En er zijn er ook heel veel die dachten dat het niks voor ze zou zijn. En die zijn, we gaan studeren, iets heel anders gaan doen, zijn toch weer teruggekomen. Maar andersom, het zijn allemaal nog van der Valken die de baas zijn. Ja. 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 Dus nog, dat is eigenlijk heel bijzonder, denk ik, toch? Ja, dat maakt het concern ook bijzonder natuurlijk. Ja. Hè? Dat er inderdaad overal één of meerdere familieleden altijd aan het stuur staan. Het is gigantisch groot geworden. En Leiden, jouw hotel, is daar één van. Ja, en het befaamde verhaal van Van der Valk, die maakt alles zelf. Dus van het vlees tot aan het zilver, zeg maar. Ja, ja, nou, dat was vroeger meer dan nu. Oh, dat is een beetje veranderd. Kijk, voorheen werden de tafels... die stonden in het huis van oma Gerrit van der Valk, werden die gemaakt. En de roestgestalen keuken wordt trouwens wel nog steeds van der Valk gedaan. Maar er werd heel veel zelf gedaan, maar dat is wel heel erg anders geworden. En de echte vraag is natuurlijk, niet hoe het in elkaar zit, maar de echte vraag is natuurlijk, als jij nou de baas van Hotel Leiden bent en van het Haagse Schouw, wat is dan de vrijheid die je hebt ten opzichte van datgene wat des concerns is? Heb je bewegingsvrijheid om dingen te doen? Ja, kijk, over het algemeen... Vraagt het overigens ook omdat al die vestigingen in hun eigen omgeving staan en daar natuurlijk mee verband moeten houden. Nou ja, kijk, daardoor kun je misschien kleine verschillen hebben, maar over het algemeen, we hebben natuurlijk allemaal dezelfde inkoop. Ja. En we kijken bij elkaar, de dames richten de zaken in en die weten van elkaar wat ze doen en wat des Valks is. Ja. Het moet herkenbaar zijn. Dus je zou wel gek zijn als je het heel anders ging doen dan je buurman of iemand in een ander deel van het land. De kaart is hetzelfde? Ja, veel dingen wel. Ja. Maar het is wel zo dat elke chef wel zijn eigen accenten mag leggen op een kaart. Ja. En dat heeft ook inderdaad met omgeving te maken. Ja, precies. Welk publiek heb je? In iedere stad is toch net iets anders. Ja, dus, maar die ruimte is er. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Vertel even wat ik hier zie. Dit is mijn vrouw Ingrid rechts. Op rechts? Op rechts, ja. Inderdaad, ja. En daarnaast zit Pieter, dat is mijn vriend uit de KLM-wijk. Mijn buurjongetje, die ken ik vanaf mijn vierde jaar. Kijk aan. En zijn vrouw Els. Ja. En wij zijn al sinds mensheugenis hele goede vrienden. En door Pieter, daarom vond ik deze foto ook leuk, die heeft mij ooit meegenomen naar de Gouden Leeuw. Zoals hij mij ook ooit meenam naar de handbalvereniging. Kom je bed uit, we gaan handballen. Zo nam hij me ook mee naar de Gouden Leeuw. Oh, leuk. Dus eigenlijk door hem ben ik daar terechtgekomen. En zijn vrouw werkte in het Haagse Schouw toen ik daar kwam. En was al vriendin van Ingrid. En dit is in oude verbanden. Dit is in de Boedapest. Mijn zoon liep daar stage. En toen waren we daar een weekendje, een paar jaar geleden. Nou, dat geeft ons gelegenheid om nog even naar deze foto te kijken. De volgende. Hier zien wij... Ja, dit is het gezin. Het is mijn gezin. Links mijn vrouw Ingrid. En daarnaast mijn dochter Madeline. Die lijkt, dat is die jongste dochter. Die lijkt heel erg op Ingrid, hè?
Ja, maar ik ben niet de eerste die het zegt. Nee, maar dat is ook echt in doen en laten. Dat is echt een kopie van mijn moeder. Ja. In het midden, dat is de kerstman. Ja. En rechts daarvan is mijn oudste dochter, Anneloes. En helemaal rechts is mijn zoon Chris. Ja. Dit is ik zie daaronder dat het 2020 is. Ja. Die heeft toen inderdaad in de keuken gestaan, maar die werkt nu in een ander Van der Valk hotel. Die zit in Nieuwekerk. En ik heb nog een foto met de aanhang, want die kinderen die gaan natuurlijk ook de wereld in. Ja, ja ook dat gebeurt. Dit was een gap party, zoals je ziet. Ja. Was dat verplicht toen? Ja. Nou, dat was voor die dag toevallig. Dat is ook iets met de zoute biertjes die je net zag. Ja. Hebben af en toe een weekend met elkaar en dan hebben we allemaal zo'n gap-trui aan. Ik weet eigenlijk niet eens hoe dat ontstaan is, maar dat is zo. Maar dit waren wij toen inderdaad met elkaar en daar staat nog eens mijn schoondochter helemaal rechtsboven. Ja. En linksonder is Skip, het vriendje van Madeline. Ja. Voordat wij naar een filmpje, heel kort filmpje gaan. Want daar eindigt jouw jeugdverhaal, eindigt eigenlijk bij het Haagse Schouwen of het Hotel Leiden zoals het nu is. Zitten de kinderen ook in het vak? Wel allemaal in de zaak, ja. Dat wel. Ja, ja. Ja. Mijn oudste dochter die schrijft voor het Van der Valk magazine. Ja. En die doet voor Van der Valk Digital heel veel social media, et cetera, voor het hele concern. Ja. En heeft ook wel bij ons gewerkt, maar die vindt dat gewoon leuker. Mijn jongste dochter studeert nog. Die doet het laatste jaar hogeschool, commerciële economie. Maar die wil ook heel graag in het concern iets doen. Ja. En mijn zoon werkt in de Hotel Nieuwekerk als restaurantchef. Ja. Nou, en die hele aanloop van jou via auto-opleiding. Ja, zeker. Ja. Eindigt het bij uiteindelijk Hotel Leiden. En ik heb ze allemaal verteld, ga het niet doen, maar ze doen toch. Ja. Ja, ja. Ja. Dan komt het filmpje. Frans, nou, ik ga even nu een stapje maken naar een ander facet van jouw leven, namelijk de activiteiten waar je maatschappelijk mee bezig bent geweest, behalve je vak als hotelier en restaurateur. Je bent heel lang voorzitter van Koninklijke Horeca Leiden geweest. Wat moet je dan? Wat doe je dan als je dat bent? Nou, daar was ik toevallig geen voorzitter van. Nederland. Heb ik toch gedacht? Nee. Maar ik ben wel heel lang bestuurslid geweest, dat klopt. En ik doe nu nog hoteloverleg. Ja. Daar ben ik wel voorzitter van. Maar belangenbehartiger voor ondernemers. En ik ben daar eigenlijk terechtgekomen omdat ik zelf heel graag wilde verbouwen. En het lukte me maar niet om vergunning te krijgen. Dus toen heb ik hulp gezocht bij Horeca Nederland. En uiteindelijk... heb ik in ruil daarvoor mijn diensten aangeboden. En zo ben ik ook een beetje in die bestuurlijke wereld terechtgekomen. Dat heb je lang gedaan, hè? Ja, een jaar of 12 heb ik dat denk ik gedaan. Dan bemoei je je onder andere met het massatoerisme. Hier heb je een rol in een overleg daarover. Ja, ja dat klopt. Ja, nou, ben daarbij geweest toevallig? Ik herkende dat. Ja, nou, dit was inderdaad in mijn rol als voorzitter hoteloverleg. Ja. En dat was omdat er een discussie is geweest. Er is een documentaire geweest. Ja. En dat ging over de Leidse binnenstad. Wordt het niet een beetje te en druk? De drukte. Wordt het niet een beetje te druk in de stad? Ja. Hoe lang ben jij bij Koninklijke Horeca betrokken geweest als bestuurlijke figuur? Ik denk behoorlijk aan Nederland een jaar of 12. En dit is weer een andere club. Dat ik hier ook wel weer 6 jaar of zo voorzitter ben. Ja. En daarvoor, ik heb het ook ooit opgericht. Dus ik denk ook wel 10 jaar bij elkaar of zo. Ja. Het heeft geresulteerd in een onderscheiding. Daar heb ik straks een filmpje van. Dat vond ik wel leuk om te zien. Want je bent dus gewaardeerd geweest voor datgene wat je gedaan hebt. Ongetwijfeld heb je dat met hart en ziel gedaan. Ben je ook nog op andere terreinen actief geweest? Die speld inderdaad. Dat was voor mijn voorzitterschap van het centrummanagement. Ja. Dat heb ik 6 jaar gedaan. Die kreeg toen bij mijn afscheid. Ja. Dus dat heb je dus ook nog een keer gedaan? Ja, zeker. Ja, ja. Dat mocht allemaal van de zaak, zal ik maar zeggen. Mocht. Ik had ook, je hebt ook een uitdaging nodig. Ja. Hè? Dus als je heel lang... in één bedrijf zit, hè, dan heb je het ook nodig om andere dingen erbuiten te doen. Ja.
En bovendien, dat is in ons gezin ook heel gewoon geweest. Mijn moeder was ook heel actief vroeger in de korenwereld in Voorschoten. Ja. Mijn broer ook. En het zit gewoon bij ons. Het zit erin. Je moet dat doen. Je doet iets, ja. Ja. En niet omdat het moet, maar omdat je het leuk vindt. Ja. Nou, je doet ook iets aan sport. Je hebt hier de 10 kilometer gelopen, begreep ik? Ja, nou, dit is 2 jaar geleden. Ik denk, ben je fanaat in sport? Ik zal eerlijk zeggen dat ik het nu niet zou kunnen, denk ik. Oh. Ik ben fanatiek geworden inderdaad, ja. Omdat ik merkte, ik werd te zwaar en je wordt wat ouder en ik heb een fysiek beroep. Hè, dus je moet gewoon fit blijven. Ja. En dus uiteindelijk heb ik met een personal trainer die ik tegen het lijf liep, heb een programma opgezet. Niet alleen voor mij, maar ook voor een aantal andere medewerkers. En dat resulteerde onder andere in de 10 kilometer lopen bij de Marathon van Leiden. Ja. Maar Mudmasters hebben we ook gedaan door 12 kilometer door de modder kruipen onder netten en dat soort dingen. En dit is met mijn zware Chris, de jongste broer van mijn vrouw Ingrid. Dat is mijn maatje ook, die zie ik echt elke dag. Hey. Zo ongeveer, dus dit vonden we leuk om te doen samen. Ja. Gezien de tijd moet ik het heel kort antwoord van je, als je dat in kernwoorden kan geven. Wat heeft corona met jouw bedrijf gedaan? Toen werd stil. Nou, dat echt weten. Nee. Nou, ik heb natuurlijk een paar flinke jassen uitgedaan. Ja. Ik vraag dat ook omdat ik een filmpje gezien heb waarin je eigenlijk in een hele optimistische mood zit om te zeggen dat het gelukkig voor jou zo is gelopen. Ja. Dus jij voelt je eigenlijk nog... Dat is ook zo. Dubbel gevoel. Ja. Als wij onszelf vergelijken met heel veel andere horecabedrijven die niks mochten... Ja. Zijn wij geluksvogels, zo heb ik het ook altijd omschreven... Dat wij in ieder geval nog wat kamers konden verhuren. Ja. En dan moet je denken, van de 80 kamers verhuurden we er soms 2 of 5 of 10... maar we zijn altijd open gebleven. Ja. En dus heb ik ook veel personeel vast kunnen houden... en nog een beetje de spirit erin kunnen houden. Ja. Maar tegelijkertijd hebben wij natuurlijk ook gewoon een heel slecht jaar. Ze hebben ook veel mensen kwijt. Ja. En zullen we weer veel moeten gaan opbouwen. Hebben jullie een beroep moeten doen of willen doen op de steun die je kon krijgen? Of misschien niet kon krijgen? Hebben we wel. De NOW hebben we wel gedaan, ja. Inderdaad. De loonsteun en de andere steun, die krijgen wij ook niet. Dus, ja. Dit was dat filmpje. Wat ik je nog even wil laten zien. Dat is een mooie herinnering voor jou toen je gehuldigd werd met de gouden speld van de gemeente Leiden. Daar komt hij. Frans is een echte manager met een heel groot Leids hart. Die mensen weet te inspireren, te motiveren, te betrekken. En hij cijfert daarbij zichzelf volledig weg. Het gaat niet om hem, het gaat om de mensen om hem heen. Hij zorgt ervoor dat ze op de juiste manier gestimuleerd worden om verder te komen. Waarbij altijd het collectieve belang voorop staat. Hij handelt daarbij altijd, zo heb ik hem echt leren kennen, altijd oprecht, transparant, hard op de inhoud, zacht op de relatie. Hij realiseert zich als geen ander dat je alleen harder kan rennen, maar dat je samen veel verder komt. Frans, nou dat was jouw onderscheiding. Ik moet afronden. Wil je ons melden wat jij voor plannen hebt in het kort? Wat zijn jouw plannen voor de toekomst, ambities? Goh, nou ja, wij zijn, dat is geen geheim, al een hele tijd op zoek naar een andere locatie in het Leidse. En dat is niet omdat we het Haagse Schouw niet meer mooi vinden, maar dat is omdat we daar uit ons jasje gegroeid zijn en helemaal ingesloten worden in een woonwijk. Qua infrastructuur wordt het lastig. Ja. En wij hopen binnen... Daar werk je hard aan. Daar werk ik hard aan, maar dat valt er niet mee. Gaat het lukken? Ik ben er overtuigd dat het gaat lukken, maar ik durf nog niet te zeggen wanneer. Ik wens je daar heel veel succes mee, vooral omdat het een belangrijk punt voor jou is. Ik dank je voor je komst, want de tijd zit erop. Dank je wel voor je komst en je openhartigheid in het gesprek. Je hebt alles verteld waarvan ik niet wilde dromen dat je het zou kunnen verwillen vertellen. Kijk eens, ja. Frans, dank je wel. En de techniek natuurlijk, Rick, Rianne en Maarten en Noer vandaag. En de volgende keer bent u bij de 48e uitzending met Ton Kolbeck met ongetwijfeld weer een interessante Leidenaar.